Gaan we nu naar Eindhoven, want een overvaller daar had blijkbaar dringend geld nodig. Binnen een kwartier ging hij langs bij twee snackbars. De eerste overval pleegt hij aan de Heezerweg in Eindhoven-Zuid. Zijn doelwit snackbar Het Belske. Het is dinsdagavond 18 augustus. Rond 9:30 rijdt er een scooter voorbij. Iets verderop keert de scooter en de bestuurder rijdt terug over de stoep. Hij parkeert en stapt af, maar houdt zijn helm op. De man kijkt voortdurend om zich heen en lijkt zenuwachtig. Als er een voetganger passeert, houdt hij zich even gedijst. Na enkele minuten besluit hij bij de snackbar naar binnen te gaan. Bij de balie richt de overvaller een pistool op de eigenaar en vraagt om geld. Die pakt een stok en is niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Als ook zijn vrouw met een stok in beeld verschijnt, zie je de dader twijfelen. En hij gaat er uiteindelijk vandoor. Een kwartier later al volgt een tweede overval. Blijkbaar is hij vastberaden die avond om ergens aan geld te komen. Via de Pierslaan, de Leostraat en de Boutenslaan rijdt hij rechtstreeks naar zijn volgende bestemming. Ditmaal zijn de eigenaars van snackbar Alet in de Donizettilaan het slachtoffer. Met de scooter is het zo'n 10 minuten rijden. Om 9:50 komt hij aan. En ook hier rijdt hij eerst langs, kijkt even naar binnen en parkeert de scooter dan iets voorbij de snackbar. Hij houdt zijn helm op en kijkt ook dit keer lange tijd om zich heen voor hij naar binnen gaat. Er zijn geen klanten in de snackbar, dus de eigenares is vast wat aan het schoonmaken. Hey. Hi. Snoot. Ik heb kikker. Help me, snoot. Voor ze beseft wat er precies gebeurt, kijkt ze in de loop van een vuurwapen. Ze doet wat haar gezegd wordt en geeft de overvaller wat geld uit de kassa. Hij gaat er vandoor met een klein bedrag. Hij rijdt uiteindelijk weg in de richting van de Karel de Grotelaan. De overvallen hebben grote indruk gemaakt op de slachtoffers. Ik stap iets moeilijk met te slapen, met denken, mijn vrouw avond huilen en zo. Mijn vrouw heeft ook de afspraak met de psychologie om erbij te doen, heb de tweede keer. Ik ben niet boos, maar wel dat, ja, hoe komt dat zo makkelijk de probleem bij geld binnen vragen en zo. Hè? Ja, wij werken zo hard. En de mensen komen proberen maar 1 of 2 minuten met de geld. Hè? Dat is de bedoeling niet. Dat is het leven. Ja, erg weer. Nou, u zag waarschijnlijk ook, de politie is ervan overtuigd dat het dezelfde dader gaat die verantwoordelijk is voor die beide overvallen. Het voelt wel raar. Je ziet hem bij de eerste keer echt twijfelen. Hij lijkt ook niet heel erg opgefokt. En dan pleegt hij dus toch meteen daarna weer een overval. Daar praat hij vrij zachtjes, bijna onzeker. Luister maar. Snoot. Snoot. Ik heb kikker! Help me, snoot. Alles hier. Hoewel hij de hele tijd zijn helm ophield, hopen we dat iemand hem vanavond herkent. Aan zijn stem, zijn manier van bewegen, zijn kleding of de scooter waar hij op reed. De snackbarhouder schatte dat hij ongeveer 18 jaar oud is. Heeft u hem gezien op dinsdag 18 augustus rond 9:30 s'avonds op de Heezerweg of 10 minuten later op de Donizettilaan in Eindhoven? Vermoedt u wie hij is? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor hij misschien weer op pad gaat met een wapen. Tippen kan nu meteen via onze site of bel.